eerste lijsttrekkersdebat is in aanloop naar de aankomende Tweede Kamerverkiezing op 22 november. Die heeft gisteren plaatsgevonden tijdens het programma College Tour. 4 prominente lijsttrekkers gingen hierin met elkaar in debat. Er wordt gedebatteerd, er worden vragen beantwoord uit de zaal. En hier zijn de 4 lijsttrekkers. Caroline van der Plas van BBB. Dylan Jessagus van de VVD. Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. En Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. En we hoorden hier de aankondiging van 4 prominente lijsttrekkers. Wat vond jij voor deze specifieke keuze? Nou, ik vond dat het te veel midden was. En één ding klopt naar mijn mening sowieso niet. Dat is, je zou dan verwachten dat de 4 grootste partijen aan bod komen. Maar in de peilingen staat de PVV inmiddels aanmerkelijk hoger dan de BBB. Laten we even gaan kijken naar de peilingen van Maurice de Hond. Heel goed. We zien inderdaad een nieuw sociaal contract, nieuwe partij, politieke partij van Pieter Omtzigt bovenaan staan met 28 zetels. Daaronder VVD met 26 zetels, PvdA GroenLinks 24 en PVV inderdaad een plekje hoger dan BBB met 20 zetels en BBB 11 zetels. Ja, en als je de andere peilingen kijkt van Ipsos, daar is het zelfs zo dat PvdA GroenLinks echt op de hielen zit. Er zit daar maar één stem nog maar, of één zetel verschil tussen. Dus, maar waarom was PVV er dan niet bij, denk ik? Ja, ik denk dat dat een belang is van de publieke omroep. Die hebben het liefste gematigde, gemiddelde partijen in het zonnetje staan. Voor een debat om. Natuurlijk, dan wordt het veel spectaculair. Het enige wat je zou kunnen zeggen van de 4 partijen die daar staan, deze lijsttrekkers zijn allemaal nieuw in deze arena. Ik bedoel, Timmermans is natuurlijk een zeer ervaren politicus, maar die is nog nooit lijsttrekker in Nederland geweest. En dus dat is op zich wel interessant. Maar ja, Geert Wilders, die is natuurlijk veel ervarener, wel hier in dit soort Nederlandse debatten. Maar ja, zijn partij staat nou eenmaal, en die is ook met een flinke opmars bezig sowieso in de peilingen. De laatste 3-4 weken in de wekelijks, komt er weer een paar zeteltjes bij. Dus die had er eigenlijk niet aan mogen ontbreken, naar mijn mening. En wat jij zelf zegt, dat zou voor de spiciness van het debat veel goed zijn. Ja, en er was ook al sowieso een beetje aan de hand. Er wordt beloofd, aangekondigd als debat. Maar ja, er was niet veel debat. Er waren vooral vragen van studenten die in de wacht, voordat we naar de heiligjes gaan. Misschien kun je eerst even je algemene indruk vertellen over het debat. Nog een beetje voorzichtigjes was. Het moet inderdaad nog een beetje op gang gaan komen. Timmermans die straalde wel uit een ervaren, rustige man te zijn. Dus dat zag er de eerste uitstraling goed uit voor iemand die ergens boven moet gaan staan op den duur of wil gaan staan. Alleen hij viel een paar keer later wel flink door de mand. En Caroline van der Plas die voelde zich zo op het oog wat minder op het gemak in de omgeving. Jezielkes, die had een paar keer in, die komt wat moeilijk op stoom, moet ik zeggen. Dat heb ik ook bij de debatten in de Tweede Kamer gezien. Dat ze eerst met even op gang moet komen. Maar die had later wel weer een aantal scherpe en adremme punten. Ja, en Omtzigt is eigenlijk de grote man, hè, in Nederland. Alleen die laat nog steeds niet het achterste van zijn tong zien. Nee, er is nog heel veel mysterie rondom zijn partij. Daar kom ik zo even op terug. Ja. Heb jij ook het debat gezien, Ab? Nee, maar ik heb wel een paar reacties erop gelezen. En ik denk wel dat het aardig zou zijn om te focussen op Omtzigt. En wat ik daarbij heb gezegd is extra parlementair kabinet. Dus misschien ook goed als jij daar wat over gaat zeggen. Want ik denk dat Omtzigt eigenlijk opteert voor een extra parlementair kabinet. Ik geloof ook niet, wat jij suggereerde, dat Omtzigt, ook als hij de grootste partij was en in de Kamer wil blijven zitten als fractieleider, dat hij dan wel toe zal staan dat anderen de premier geven. Nee, dan gaat hij zeggen, iemand wordt door mij geselecteerd als premier en die gaat uitvoeren wat wij hier bedacht hebben. En dat is meer dualisme. Mm-hmm. En daarom denk ik dat de toekomst sowieso van het Nederlands staatsbestel, als ik luister naar Omtzigt en zijn boek lees,
dat het beter zou zijn als we zouden gaan naar een extra parlementair kabinet in plaats van naar een meerderheidskabinet op basis van regeerakkoord. Hij zei het ook zelf, hè? Het gaat mij niet om het premierschap, het gaat me niet om die positie. Ik wil gewoon mijn plannen tot uitvoering brengen. Ja. Ja. En dit was een antwoord op een vraag naar zijn intenties met de partij en of hij inderdaad zichzelf als premier ziet als hij de verkiezingen wint. Laten we even gaan kijken naar zijn reactie. Bent u in staat om een kabinet te leiden en bent u bereid om premier te worden? Ben ik daartoe bereid? Ik zit niet met die ambitie hier, dat is het stomme eraan. Na alles wat er in Nederland gebeurd is, toeslagenschandaal, gasschandaal, denk ik dat wij echt het bestuur moeten veranderen. Dat betekent een nieuw kiesstelsel invoeren, een grondwettelijk hof. Want we hebben hier dus gehad dat je mensenrechten vertrapt werden. We praten graag over het buitenland, maar het gebeurde hier met 10.000 gezinnen. Daar heb ik een plan voor. En dat ben ik geïnteresseerd om uit te voeren. En nu en de vraag... Stoel, nee, de stoel is niet het doel voor mij. Gaat u die vraag uit de weg? Gaat u kiezen voor nee, ik word geen premierskandidaat van Nieuw Sociaal Contract? Zegt u hier vanavond, wat er ook gebeurt, ik doe het niet. Dat zeg ik niet. Pardon? Nee. U vraagt precies. Ik zit hier aan het begin van de maar campagne. Maar waarom schept u niet duidelijkheid? We wachten op. Omdat ik hier aan het begin van dat verkiezingsprogramma, dat krijgt u dinsdag. Zeker, maar dan kunt u toch vanavond ook vertellen, beste mensen in Nederland, kijkers thuis, mensen hier in de zaal. Ja, ik ben premierskandidaat of niet. Geeft u daar toch duidelijkheid over? Nee, ik zeg u. Waarom niet? Omdat ik geïnteresseerd ben. Dat wil iedereen hier weten, denk ik, van u. Nou, ik ben geïnteresseerd in het inhoudelijk debat. Wij hebben hier een inhoudelijk gesprek, maar het is toch fijn om te weten voor iedereen, want we zijn een coalitieland, of u die positie wilt innemen of dat u straks met iemand anders op de proppen komt. U hoort van mij daarover, maar ik ga eerst dat verkiezingsprogramma. Ja, dat blijft dus nog een groot mysterie. Ja. Terwijl we wel al minder dan 4 weken naar de stembus moeten. Wat vind je ervan dat het dan nog zo onduidelijk is? Het is trouwens meer dan 4 weken. Meer dan 4 weken. Ja, dat is een grote fout die Jezielkes maakte. Was 22 oktober. En op 22 november, dan zijn de verkiezingen, dat is op woensdag. En het is nu 23 oktober. Ja, en we zijn nu op een maandag, dus dat is iets meer dan 4 weken. Okay. En Jezielkes die had het zelfs over, die zei van nee, want Omtzigt zei van het is pas over een maand. En Jezielkes zei van nee, het is niet over een maand, want het is over 29 dagen. Maar dan heeft ze niet gerekend dat oktober 31 dagen heeft. Duidelijk, dankjewel voor deze correctie. Gaan we terug naar de vraag. Ja. Dus een mysterie rondom zijn lijst, althans zijn lijst is nu bekend, maar het partijprogramma niet. Hij wil achterste van zijn tong. Wilde hij nog niet laten zien. En één belangrijke reden daarvoor is dat zijn verkiezingsprogramma morgen, dinsdag, bekend wordt gemaakt. En waarschijnlijk is de bedoeling dat daar dan groot nieuws uit gaat komen wat de voorpagina's van de kranten moet gaan halen. Dus hij wilde dat afgelopen weekend nog niet laten weten. Maar in hoeverre is het strategie, denk je? Ja, natuurlijk is het zo. Dit is puur politiek ontwijken, vragen ontwijken, waar Jezielkes, Timmermans en Omtzigt, alle drie zich van gebruik van hebben gemaakt. En ja, wat op zich wel jammer is, dat dingen zo vaag nog blijven. En ja, de journalist heeft ook al geprobeerd er meer uit te trekken. En op zich heeft Caroline van der Plas daar uiteindelijk weer een heel treffend ding over. Ik denk dat we straks nog laten zien. Maar wat ik dan wel zo onmerkelijk vind, Omtzigt gaf natuurlijk vrij snel, maakte hij kenbaar met welke partijen hij absoluut niet in een coalitie wilt. Ja. PVV en Forum. Ja, en nu wil hij zeg maar niet kenbaar maken met welke politieke partijen dan wel, specifiek. Dus. Maar hij is ook al een heel klein beetje teruggekrabbeld over het verhaal richting PVV. En dat zal misschien ook nodig zijn als het zo doorgaat met de peilingen. Hap, ik zag jou ja en nee klikken. Ja, ik denk dat heel veel mensen missen, ook hier aan tafel, wat het werkelijke programma van Nieuw Sociaal Contract is. Het werkelijke programma. Dat weet je al. Ja, natuurlijk weet ik dat. Dat staat namelijk in zijn boek. Dat heeft hij ook gezegd. Het programma is helemaal geen verrassing. Zijn belangrijkste punt is een reorganisatie van de overheid als geheel. Een heel andere verhouding van overheid naar burger. Maar ook een heel andere verhouding van wetgevende macht, parlement, naar regering. Vanuit zijn perspectief is het zo, die regering moet terug in zijn hok.
Onder Rutte was het zo. Luister, ik ben hier de premier. Wij doen alles achter gesloten deurtjes. Die mensen die namens ons zijn binnengekomen, die moeten gewoon de stem vinden, die moeten meestemmen. En de oppositie staat helemaal buitenspel. Die kan gewoon op zijn kop gaan staan, maar daar luisteren we sowieso niet naar. Dat is Rutte. Dat wil hij op de kop zetten. Hij zegt, wij zijn de wetgevende macht. Wij zijn gekozen en wij moeten ervoor zorgen dat wij besturen. En jullie, de regering, moet uitvoeren. Dus in zijn, dat begrijpen die journalisten ook niet. In zijn moraal is het zo dat de regering uitvoerend wordt. Dus hij gaat gewoon, ik denk dat als hij principieel is, zegt hij, ik kies gewoon een deskundig man, die wordt daar neergezet om uit te voeren wat wij als parlement beslissen. En dat is een 180 graden draai met wat we gezien hebben. En dat heeft de media en heel veel commentatoren hebben dat gewoon niet echt door. En daar zit hij mee, want hij hangt er ook tussenin. Dus het probleem is een beetje dat als hij premier wil gaan worden, dat hij eigenlijk weer zit aan de kant van de regering. En dan zit de partijleider weer in de regering. En dat betekent dat het dualisme minder wordt. Waar die zo voor blijft. Klopt dat je minder, ja, hij pleit voor dualisme. Zijn hele verhaal de afgelopen jaren is geweest dat hij een dissident in de regeringspartij van de CDA was. En zei, jullie mogen regering zijn, maar ik ga de schandalen boven water halen. Dat heeft hij ook gedaan. Daarom heeft hij de steun van een groot deel van de bevolking. Daarom. Laura, wat wilde jij toevoegen? Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt, Ab. Zijn beide speerpunten die gaan over de inrichting van de democratische rechtsstaat. Hij wil enerzijds een constitutioneel hof, zodat je kan toetsen aan de grondwet. Anderzijds wil hij ook het kiesstelsel herinrichten. Echt grote plannen. Maar tegelijkertijd is er wel veel onduidelijk over hoe hij over andere thema's denkt. Denk aan klimaat, over migratie. Uiteindelijk, als je in een coalitie wilt zitten, zou je daar ook stellingname over in migratie heeft zich hier wel uitgesproken, hoor. In dit, ja, dat was een andere opvallende. Het moment. Ja. Migratiedeal, er was ook heel veel, of Tunesië-deal moet ik zeggen, er was heel veel kritiek op gekomen. Ja, kijk, er zijn een aantal thema's besproken, natuurlijk ook sowieso weer over milieu en noem maar op. Maar Omtzigt die heeft wel de link neergelegd van, ja, mensen, zolang er een immigratieoverschot is van 200.000 mensen, zoals het vorig jaar was. Dan zit je in enkele jaren, heb je 1 miljoen mensen meer. En dan kun je allerlei leuke milieuplannen en stikstofplannen ontwerpen, maar dat gaat je dus nooit lukken. En hij heeft dus daadwerkelijk aangegeven dat hij qua immigratie dichter bij de VVD van Jeus Hilkens zit dan bij de plannen van Timmermans. Ja. Dat is wat Pieter Omtzigt vindt. Zeker. En denkt. Laten we zo meteen verder praten over Omtzigt. Laten we even kijken wat Frans Timmermans zijn visie is op migratiedeal. Om het even het contrast te laten zien met de Turkije-deal, want die heb ik zelf gesloten in de tijd. Daar ging het geld, ging naar het eten voor vluchtelingen, ging naar de huisvesting voor vluchtelingen, ging naar onderwijs voor de kinderen, ging naar ziekenhuizen. Hier kreeg gewoon de leider van dat land, die meneer, die kreeg gewoon een zak met geld. En die mocht met dat geld doen wat hij wilde. Dat is geen goede afspraak. Want hij heeft niets gedaan. Hij liet mensen sterven in de woestijn. Dat is gewoon een slechte deal. Dat soort deals moeten we niet maar willen maken. Meneer Timmermans, u was toch eurocommissaris van der Leyen dat afsloot? Kijk, ja, ik was het ook niet met haar eens. Kijk, dat kan ik heel duidelijk over zijn. Ik was het niet met haar eens. Ze heeft het ook helemaal. Dat was een solo-actie. Is ook later op teruggefloten. Teruggefloten. De Europese Commissie. Die besluit bij meerderheid. Hebben jullie haar teruggefloten als commissie? Ja, zij heeft nooit ons een besluit voorgelegd. Nou, ze heeft het gewoon doorgezet. En is niet ik heb vanaf het begin gezegd dat ik het er niet mee eens was. Ja, maar dan stop je dan. Kijk, ik ben dus voor leiders die zeggen, dit gaat niet goed, dus we pakken vliegtuig, we gaan erheen en we kijken of we afspraken kunnen maken. En daarna ben je kritisch op hoe dat gaat. Ik heb meer moeite met leiders die erbij staan en op het moment dat ze onderdeel van uitmaken niks zeggen. En als ze daar niet meer onderdeel van uitmaken, nu terugkijkend zeggen, maar ik vond het al niks. Dat kan niet. Ik heb het over de heer Timmermans die dat net letterlijk zegt. Als je in een kabinet zit en je bent het ergens niet mee eens, dan zeg je dat in het kabinet. En dat heb ik ook gedaan in de Europese Commissie en een aantal collega's met mij. Alleen mevrouw van der Leyen heeft dat op haar eigen houtje gedaan. Ze is president van de Commissie, dat mag ze doen. Maar dan heeft ze ook te maken met collega's die niet met haar eens zijn. Alleen dat zeg je intern. En ik kan het nu zeggen, omdat ik niet meer in de Europese Commissie zit. Maar ik heb op dat punt altijd dezelfde lijn gehouden. En vind je dat Frans Timmermans hier gelijk heeft? Dat
beleid van de Europese Commissie wel vaker wordt uitgevoerd zonder unanimiteit? Nou ja, wat hier vooral achter speelt is een soort publiek geheim. Timmermans heeft de verkiezingen verloren voor Van der Leyen. En sindsdien kan hij absoluut niet meer met één deur door samen met haar. En dat hoor je hier helemaal in de ondertoon compleet doorschemeren. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat wat Timmermans integer is wat hij zegt. Hij was het helemaal niet eens met die deal. Mm-hmm. En die mevrouw, dat is nogal een autocratische mevrouw die in haar eigen manier allerlei oorlogen begint en allerlei rare deals afsluit. Dus ik kan me voorstellen dat hij het daar niet mee eens is. Het is ook een fantastisch leuk fragment, omdat plotseling naar buiten komt dat er in die Europese Commissie schijnbaar over dit onderwerp, maar waarschijnlijk over veel meer onderwerpen, grote verschillen van mening was. Ik zou als burger, in het kader van de democratisering, graag dat debat willen zien. Ja. En ik zou eigenlijk een structuur willen waarin Timmermans dan in de Europese Commissie en van mij part aan publiek zegt dat hij het met die deal niet eens is. Niet achteraf, maar vooraf. Transparantie al helemaal. Transparantie, maar dat commissie betekent dat je dus af moet van het principe eenheid van bestuur. He, achter gesloten deuren. En dat is eigenlijk waar Omtzigt ook mee worstelt. Hij wil meer transparantie, meer openheid. Maar wat mij betreft zou hij daar nog een stap verder in moeten gaan. Wij als burgers moeten zien wat politici echt vinden. En niet na afloop, maar vooraf. Ook in dit soort debatten. En ook op Europees niveau. Ja, maar in Europa krijg je al helemaal niks van te zien. Ik bedoel, in Nederland krijg je nog een beetje van mee. Maar ja, Europa is wat dat betreft hermetisch gesloten. Dat is, zoals Kagen aankondigt, is 80% van de besluiten in Nederland inmiddels op Europees niveau genomen. En dat is natuurlijk een zeer bedenkelijke ontwikkeling. Ja, vooral omdat wij onze eurocommissarissen niet rechtstreeks verkiezen. Wij kiezen enkel onze europarlementariërs. Ja. En in hoeverre vinden jullie dan dat je Silgus verantwoordelijkheid moet nemen, VVD'er, voor wat Mark Rutte, VVD'er, heeft de deal die hij heeft afgesloten tijdens zijn premierschap? Ja, volledig in wezen natuurlijk, want zij is zijn opvolger binnen dezelfde partij. Dus dat kan ze niet ineens nu zomaar volledig afstand van gaan doen. Nee, maar ze kan natuurlijk wel zeggen, net als hij nu zegt, ik was het met bepaalde dingen van meneer Rutte niet eens. Dat zou ze kunnen zeggen. Ik zou graag willen dat mensen dat van tevoren zeggen in plaats van afloop. Ja. Maar je kan je dat voorstellen. Dat net als wat hij zegt tegen mevrouw Van der Leyen. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat zij zegt we doen het op die manier. En we kunnen wel achteraf evalueren of het goed gewerkt heeft. En daar kun je bij deze deal natuurlijk je vraagtekens heel groot bij gaan stellen. Nou ja, kijk, wat ook kwalijk is in het voorbeeld dat zo'n besluit niet aan publiek, bijvoorbeeld in het Europese parlement, wordt besproken en daar wordt beslist. He, je kan je ook voorstellen dat zo'n deal, wat moeten we nou met zo'n deal met Tunis, dat gewoon debat is. En nu heb je een beetje het gevoel, er is de voorzitter van de Europese Unie, die stapt in het vliegtuig en die geeft gewoon een bak geld weg. Ja, en wat heeft Rutte daar op zich eigenlijk bij te zoeken? Rutte en Van der Leyen, dat is een beetje hetzelfde soort. Ze houden van oorlog voeren en achter gesloten deuren de zaken een beetje bekonkelen. Dan hebben we het nog niet gehad over Caroline van der Plas van BBB. Wat was jouw indruk van haar? Nou ja, wat ik zeg, ik vond dat ze leek zich niet heel erg op haar gemak te voelen, uiterlijk gezien. Maar ze heeft wel ergens enorm gescoord. Dat ze zegt van jongens, op een gegeven moment leek ze er heel erg klaar mee te zijn. Met name op de ontwijkende antwoorden van haar drie collega's. En op een gegeven moment zegt ze gewoon, er wordt hier gewoon veel te veel geluld. Er moet gewoon duidelijke, klare antwoorden gegeven worden. Duidelijke taal. En dat ging vooral over het feit van wie wil nou met wie regeren. Hè? Wat is de verleidingsdans, de paringsdans tussen de verschillende partijen? Wie wil met wie? En zij zegt gewoon, ik wil met Pieter. Duidelijk. Ja, dat was heel simpel. En daar was ze de enige mee die daar zo rechtlijnig in stond. Ja.
En tot slot, wat is jouw conclusie van het debat? Nou, dat dit nog eigenlijk geen debat was. Hè, dat ik al zei, want het is meer een... gesprek? Ja, vragen van studenten. Wat natuurlijk ook een beetje weer gekleurd is... dat je alleen maar vragen van één leeftijdscategorie hebt. Dus het is toch een beetje eenzijdig, één kant uit. Waarschijnlijk vragen die de publieke omroep goed uitkomen. Ja. En ja, het echte vuurwerk moet nog komen. Duidelijk. Dus maar zeg je dan geen debatten, dus ook geen winnaar? Ja. Dat beaam ik. All right, nou dan gaan we nog zien wie de winnaar wordt. Ja. Dankjewel.